Met Wenen. Was ook zijn idool, dus dat treft. Holthuizen, lage bal nu. Die schiet door op de paal. Wie is er voor de rebound? Niemand, de man. Dan ontzette controle dan. Dat loopt goed af. En dan willen ze hem verleggen. Dat leek de bedoeling. Hier nog eens die lage hoekschop. Daar door een cirkelvoet. Kan er natuurlijk altijd wat gebeuren. Maar gaat hij hem nu weer leggen? Dit is een minder. Ja, je mag het ook niet jinxen. Dat was wel een goede ingreep van de doelman. Bates in het pak en dan gaat hij binnen. Ja, dan is het 1-0. Zonder al te veel kansen. Hier gaan we het nog eens kijken. De hoekschop gestoken richting penaltypunt. Dan Radic moet het afleggen tegen Bates. En dan is Biancon er als de spreekwoordelijke kippen bij. Bates vindt dat goed het duel. En Biancon, ja, kan het afwerken. Pavlovic nu, kijk eens. Met atletisch vermogen. Pavlovic. En dan ligt hij op de stip. Want Sanusi nog even met het voetje. Ike Ugbo voor nummer 13. Niet toevallig het stamnummer van. Of Bart van Hamelen. Oeh, gaat binnen in het middenklassement. Dan waren er toch nog wel en zijn nog zaken in te doen, absoluut. Maar dan zal het toch met een andere mentaliteit moeten in de... Tonkowski. Voor Ugbo. Wordt gestreden. En dan Pietermaat. Ja. Gaat hij ook de boekhouding in, of niet? Dat willen de heren Dom, Pietermaat en Sanusi en ook Radic graag. We konden de schreeuw tot hier horen. Pietermaat. Tonkowski met het schuldbesef. Maar geen kaart. Ah, toch, ja. Dat hebben we even niet gezien. Wat gaat Van den Driessen doen? Als hij aan zijn billen gaat voelen, dan weet u hoe laat het is. Want daar zitten meestal de andere kleuren. Ben eens benieuwd. Hij moet nog eens komen. Gaat hij het herzien dan? Het ziet er wel naar uit, ja. Velkovski moet naar de kant. Moet gaan douchen. Voor die overtreding op Pietermaat. En dat is niet niks. Hier gaan we het beter. Oh god, ja, ja, ja. Nu, als je deze herhaling ziet, dan is er geen twijfel mogelijk. Wagen dat gekrijs natuurlijk van Pietermaat. Hier werd dat zicht versperd door wat benen. Hier is Beerschot. De reactie op de paal en dan niet binnen. Goh, Joren Dom zeg, met de kopbal. En dan deze man. Hij mag nog eens meedoen met gehavende hand. Wilde niet meer binnenwerken. Waren ze er heel dichtbij bij de aansluiting. Kijk nog eens mee. Pietermaat zet hem goed voor. Joren Dom met de kopbal op de lat. Op de paal beter. En dan Bates. Die verhindert dat Suzuki kan afronden. Goed teruggehaald door Pietermaat. Moest wat achteruit met het lichaam. We wachten allemaal altijd of je het nog eens probeert aan de tweede paal. Indraaiende bal. Misschien nu Holthuizen. Ja, opnieuw richting zone 1. Didion met Lopez. En dan deze trap uit de tweede lijn van de heer Pietermaat. Op de vreef. Dan moet je optrappen vol risico. Op zo'n aanvallende bal. Op de rechter Suzuki. Een flinke slag. Duurt dan wat lang. Van den Driessen schouwt de troepen. En dan mag hij gaan trappen. Holthuizen voor de goal. En daar is de aansluiting meteen. Ja, kijk eens. Wie is het? Het is deze man. Wat zeiden we? Jan van den Berg. Hij heeft er een aardige kop op staan. En is niet de eerste keer dat hij op dit soort momenten scoort. Jan van den Berg, 2-1. We hebben weer een wedstrijd. Nou, die traptechniek is ongelooflijk natuurlijk. We kennen het ondertussen. Je weet dat het gaat gebeuren. En toch flikt hij het keer op keer. Bakkali, die lijkt naar de bank te komen. Dat is misschien wel een mooi moment straks.
Dan gaat even naar binnen. Hier is Holthauser. En dan staan ze daar plots met z'n drieën, met z'n vierden. En ze raken niet voorbij. Didion nog Bouda. Die zich daar beklaagt dat hij wat werd afgehouden. Nog wat breien. Dan toch de voorzet van Holthauser. Laag in de 16 richting Suzuki. Maar geen goal. Maar alles kan nog in deze wedstrijd. Dat voel je zo aan. Holthauser met Radic. Holthauser, wat heeft hij nog in het hoofd zitten? Qua ideeën, Bakkali in de 16. Met de dribbel, Holthauser dan op het hoofd. De kopbal is daar van Suzuki. Maar niet gekadreerd. 1 minuut 79. Nog eens een prik van Beerschot. Met de groeten van Holthauser. En deze dribbel van Bakkali. Heerlijk om te zien soms die strijd. Holthauser van den Berg is daar. Oh, die was er dichtbij hoor. Jan van den Berg bijna met zijn tweede van de namiddag. Maar het blijft voorlopig 2-1. Razend spannend slot krijgen we hier. Kijk, hij wil zijn binnenkant er tegen planten, maar mist hem op een haar. Voet al opengedraaid. Maar je moet ook niet te ver gaan terugzakken. Je moet over je af te roepen natuurlijk. Sang-Yang. De zenuwen strak gespannen. Daar achterin, daar komt die bal. Goh. Suzuki in het pak, nu de karambol. Met wat pech. We raakten hem niet helemaal vol. Maar een nieuwe, een goede actie. Sang-Yang lag aan de basis. Levert hem dan af.